Hey Nederlandse vrienden, ik ga ook even een Nederlands filmpje plaatsen, want mijn Engels vind ik leuk, maar die post ik eigenlijk alleen maar op mijn pagina. Dus als je die wil zien, moet je daar maar even gaan kijken. En waarom ik dat doe? Omdat ik denk dat mijn boodschap een groter bereik mag hebben dan dat van Nederland. In Nederland doe ik dat dan met Eindbazen en alle andere dingen die we doen. Dus ik dacht, ik ga het gewoon voortaan in het Engels doen op een speciale Facebookpagina. En daar doe ik alles in het Engels. Anyway, vandaag is mijn laatste dag van mijn dieet ook. Mijn plantdieet. Ik zit hier in de heilige ruimte. Espaço, Espaço noemen we het. De sacred space van de Honey Queen. Waar ze ayahuasca maken en medicijnen met dit soort planten, chacruna en zo. En dit was mijn huis. Voor een tijdje. Dus het grote huisje en het kleine huis. Ik kan je nu even niet alles laten zien, dan moet je maar eventjes kijken op mijn YouTube channel of mijn Facebook. En dit is de hut waar ik goede 30 dagen heb gezeten. 31 dagen heb ik hier een dieet gevolgd. Heeft iets langer geduurd, omdat mijn sjamaan Isha vast had met een vliegtuig. Dus ik heb in plaats van 31 dagen ongeveer 40 dagen geen suiker en zout. Hier is mijn hangmat of zo. Geen suiker en zout mogen eten. En ja, dat is een lange tijd geweest. Ik ben wel heel blij dat ik het heb gedaan. Het is wel heel zwaar geweest. Ik heb veel gehuild, ik heb veel gelachen, ik heb me heel zielig gevonden. Ik heb graag naar huis gewild. Ik heb ook heel veel momenten gehad dat ik hier niet meer weg wilde. En ja, het is super bijzonder om hier 6 weken lang met een paar Indianen gewoond te hebben. En ook dit mee mogen te maken. Dat je in je eigen eenzaamheid een hele hoop over jezelf leert kennen. Nou, in deze afgelopen 6 weken heb ik het plantdieet gevolgd. En dat plantdieet, dat is een soort plant die jou visioenen geeft. Die jou inzicht geeft. En dat krijg je dan door middel dat je slaapt of dat je ayahuasca drinkt of andere dingen. En daardoor krijg je allerlei wijze lessen. En ik heb in die 30 dagen heb ik een boek geschreven. Een boek geschreven over hoe je weer een puur mens kan worden. Want dat is wat ik hier zag bij deze Indianen. Dat ze heel erg puur waren. Ze hebben helemaal geen oordeel. Ze zitten heel rustig in zichzelf. Ze praten niet veel. Er is geen macho gedrag. Het is allemaal best wel koek en ei. En heel erg, mensen zijn gewoon in zichzelf. Mensen zijn zich heel erg bewust. En praat ook heel bewust. Ja, dat vond ik wel mooi om te zien. En het enige wat ze hier doen is gewoon overleven. Gewoon helemaal in de natuur zijn. In contact zijn met de natuur, met de dieren en hoe ze daarmee omgaan. En ja, ze zijn ontzettend primitief. Het is een van de meest primitieve samenlevingen die wij kennen op deze aarde. Maar het zijn wel misschien wel een van de meest hoogst geavanceerde mensen die ik heb mogen meemaken. Als je kijkt hoe dat ze met de natuur omgaan, hoe dat ze dingen zien. Ze zien absoluut dingen die wij niet zien. Hoe ze mensen helen. Ik heb het zelf ook mogen ervaren omdat ik hier bijna dood ben gegaan aan een voedselvergift ging. Waarbij ze door middel van muziek en plantmedicijnen en bladeren en noem het allemaal maar op, dat ze je gewoon weer bovenop helpen. En dat is echt heel erg bijzonder. Dus ja, vandaag zit het erop. Zometeen wordt mijn dieet gesloten. En dan mag ik hier weg. Ik vind het wel jammer. Ik ben wel blij dat ik de muggen en slangen en andere dingen achter mag laten. En ik heb onwijs veel mogen leren over mezelf. Echt comfort kunnen vinden in de eenzaamheid. Dus dat je helemaal comfortabel bent met jezelf. Dat je veel minder spookgedachten hebt of andere dingen. Dat je heel erg helder kan kijken naar hoe dat situaties echt zijn. Ik heb heel veel mooie lessen gehad, onder andere hoe dat je echt kan zien. En dat betekent dat je de wereld gaat zien zonder al jouw emotionele bagage die je hebt. Zonder al jouw meningen en oordelen en dat soort dingen. En ja, het is gewoon heel erg bijzonder hoe je na zo'n plantdieet naar de wereld kan kijken, want je wordt er wel echt anders van. Dat merk ik, dat mensen hebben dat ook gezegd tegen me die hier waren, die me hebben gezien. En vandaag zit het er dan op. En ik zal het missen, joh. Vooral hier, deze plek hier achter. Dit was onze ceremonieruimte waar we gewoon 's nachts ayahuasca deden met volle maan, sterren aan de hemel. Helemaal top. Ook een akkefietje met een grote slang die hier kroop, die ontdekt was. Terwijl iemand naar de wc ging, a.k.a. achter in de jungle. En er was gewoon een giftige slang van 2,5 meter die daar even werd afgeschoten en met machetes in elkaar werd gehakt. Maar daar heb ik een ander filmpje over. Moet je maar even kijken als je dat wil zien. Ook hoe groot dat die slang is, kan je hem zien.
Anyway, nou ik heb jullie een klein beetje een indruk wat ik hier afgelopen 6 weken heb gedaan. En ergens was dat niet zo heel veel. Anderzijds was het een heel mensenleven. Want ik heb wel voor een heel mensenleven aan wijsheid gekregen, geleerd. En dat is waarvoor ik hier kwam. En alle plannen die ik heb en alle dingen die ik uit mag dragen en waar ik voor ga staan, die gaan zorgen voor een mooie toekomst. Ook dat heb ik hier gezien. En ik heb er onwijs veel zin om dat uit te gaan dragen. Dus, tot zover uit de Sacred Space. Bishinawa is mijn naam, moet ik zeggen. Witte man van de sterren. Bishinawa out.